Ik ben net thuis van Aken en zo ziet het eruit. Hey iedereen, het is nog redelijk vroeg. Het is 7:15 geloof ik. Maar vandaag ga ik een dagje naar Aken. We gaan daar gaan shoppen. Ik ga samen met mijn vriendin. En we gaan daar dus gaan shoppen. Ik kijk daar enorm naar uit. Maar het was dus nog vroeg. Ik ben om 6:00 opgestaan. Ik zie er eigenlijk nog redelijk goed uit voor zo vroeg op te staan. Midden in de vakantie. Ik kijk er wel enorm naar uit om eens te shoppen. Ik weet niet zo goed wat te verwachten. Qua winkels schijnt dan er daar wel mooie winkels zijn. Alleen je kunt daar blijkbaar goed shoppen. Dat heb ik toch gehoord. Maar dat gaan we dus allemaal zien vandaag. En ik ga zo'n beetje proberen wat sfeerbeeldjes hierin te plaatsen. Ik heb al mijn cozy trui aan met een wit truisje. Ik heb een regenjas mee, want ze geven wel een beetje regen. En ik heb ook nog een andere jas mee. Moest ik twijfelen welke jas ik ga aandoen, kan ik nog kiezen. En ik ga dus enorm genieten van vandaag. En jullie laten zien hoe Aken er een beetje uitziet. Wat ligt er daar bij open? Ze is verstik. Ja, is dat een keer open? Schnitzel! Schnitzel! Dat is schnitzel! Ik ben net thuis van Aken en zo ziet het eruit. Ik ga proberen zo snel mogelijk een shoplog te filmen van al mijn gekochte aankopen. Ik heb qua kleding maar één ding gevonden, maar qua beauty en lifestyle en eten echt wel nog genoeg om te tonen. Zoals je kunt zien, al een kleine sneak peek bij de DM. Hier een leuk interieurwinkeltje, hier Rituals, dan hier. En dan kocht ik ook nog iets super lekker, namelijk bij zo'n bakker. Ik wil jullie dat wel tonen voordat ik dat ga opeten. Allee, ik ga dat nu nog niet opeten, maar morgen wel. En mij kennende ga ik dat echt niet filmen. Amai, ik ruik dat dus nu al. Kijk. Amai, dat zit er echt. Dat voelt gewoon zo lekker. Kijk hoe lekker. Ja, dat voelt zo zacht, maar ook een beetje krokant zo. Ik heb dus twee van die broodjes mee, ook zo met zaadjes. Ja, dat is denk ik zo gewoon broodje dat wij hebben, maar dat vond ik wel wat specialer. Ik dacht voor morgen. Nu ga ik dat nog meer opeten. Wat heb ik nog mee? Ah ja, zo van die broodjes. Dat zijn zo van die malse. Van die malse broodjes. Het lijkt zo op keizerbroodjes, maar het is niet dat, want het is veel malser, maar de bovenkant. De bovenkant is dus wel krokant. Dus dat lijkt me wel lekker voor morgen vroeg of zo met een sneetje kaas. Ik kocht trouwens ook hespenworst. Dat is misschien wel totaal niet interessant om te laten zien. Maar de verpakking, kijk nu. Dat ziet er toch gewoon vrolijk uit met dat jongetje erop. Zo, dan was dit ook de vlog van in Aken. Ik heb niet superveel gefilmd. Ik wou vooral gewoon genieten. Ik heb zowel sfeerbeeldjes gefilmd. Het eten heb ik gefilmd. Ook niet onbelangrijk. Maar hierna gaan jullie dus de shoplog zien. Mijn aankoopjes van in Aken. Dus dat is ook super tof. Allee, ik vind het toch super tof om het jullie laten te zien. Dus ik zou zeggen, kijk zeker verder naar deze video als jullie benieuwd zijn wat ik allemaal heb gekocht in Aken. Het was trouwens echt wel de moeite om is een dagje te spenderen daar. Zoals beloofd ben ik hier en vandaag is het 1 januari, dus het is vandaag nieuwjaar. Als jullie deze video zien, is het wel alweer woensdag, maar toch wel gelukkig nieuwjaar aan al mijn trouwe kijkers. We gaan beginnen met de shoplog met de aankoopjes van in Duitsland, maar ik heb hier eigenlijk nog een zak liggen van Lola Lisa.
Dat is eigenlijk nog van hier gewoon in Aalst. Ik dacht, dat is misschien ook wel leuk om te laten zien. Het is niet veel, het zijn maar twee dingen. Maar het is wel mooi om te laten zien. Als eerste kocht ik dit truitje. Ik had dus nog een bon van Lola Lisa. En ja, ik wil dat graag wel nuttig besteden. Dit truitje met korte mouwtjes. Dat was min 30, dus 40 euro min 30%. Wel bij aankoop van twee stuks. Dus ik kocht ook nog een mooie jas. Echt een supermooi jasje eigenlijk. Die was min 50% van 60 euro. Kijk hoe mooi die kleur ook gewoon. Echt mega mooi. Helemaal mijn ding ook. Dan gaan we eventjes wegleggen. Oei. Mijn haar wil vandaag goed zitten. Dan gaan we beginnen met de aankoopjes van Duitsland. Amai, het zit echt voor geen meter. Maar we zullen het ermee moeten doen. Dus de aankoopjes van Duitsland. Ik heb hier eigenlijk meteen de zak van de supermarkt beneden. Ik ga daar wel rap over, want ik vind dat persoonlijk wel niet zo interessant om supermarkt aankoopjes te laten zien. Maar ik ga het toch doen, omdat ik vind dat zo'n keer iets speciaal vandaar. En ja, net speciaal. Ik kocht lekkere kaas, bolletjes, chips. Dat hebben we hier misschien ook, maar ik weet nu niet zo, die kleine bolletjes dat je dan hier hebt. Maar gewoon wel tof. En ze waren nog veel goedkoper. Kocht ik deze lekkere broodjes. Een beetje typisch vandaar, van die broodjes. Ik kocht ook een pannenkoekenmix, want dat was veel goedkoper daar. Ik ga dat zo vaak nog zeggen, dat het veel goedkoper is daar. Maar dus dat kocht ik ook. Ik ga dat hier wel even op de grond zetten. Ik kocht dit. Zo'n brood. Ik had dat dus in een bakkerij gegeten. Zo'n lokale bakkerij. Ik vond dat zo lekker. En ik zag dat in de winkel. Ik zeg, ja, dat wil ik hebben. Goed. Thuis ook. Het is natuurlijk wel enorm. Dus ik kan er wel meer dan één keer van eten. Dan kocht ik ook nog een cake mix. Hier kost het al snel zo'n 5 euro of zo. Daar was echt veel goedkoper. Ik weet niet precies hoeveel. Ik heb even de rekening wel bij. Als ik het ongeveer kan lezen. Rond een euro. Marmer. 2,39 euro. Ik denk dat het dat is. Ja. Dan kocht ik nog een pannenkoekenmix. Dan kocht ik deze. Ik dacht dat ik wel typisch vandaar. Die worstjes. En dan kocht ik dit. Ik heb eigenlijk al één pakje open gedaan. Namelijk chocolade met pistache. En dat is echt heerlijk. Echt mega lekker. Dus dat kocht ik in de supermarkt. Dan ga ik heel random een zakje nemen. Deze is heel zwaar. Dus ik veronderstel dat dat mijn kaarsen zijn. Dat is zo'n decoratiewinkel. Als eerste kocht ik een kaars. Want ik heb echt nog geen kaarsen genoeg. Jawel dus. Baby, it's cold outside. Ik kan die precies wel niet mooi open doen. Wacht, ik zal even proberen. Want ik wil die wel laten zien. Het is wel een hele mooie kaars. Ja, ik heb het plakkertje vast. Zo, voilà. Kaars is trouwens 10 euro. Voor ik het vergeet te zeggen. Zo ziet de kaars eruit. Kijk hoe een mooie kaars. En dus de geur is echt heerlijk. Echt een heerlijke geur. Kaarsje vlug terug wegsteken. En dan kocht ik nog kaarsen, maar het zijn eigenlijk meer. En het zijn eigenlijk gewoon decoratiekaarsen. Het zit in een papiertje. En ik vind die echt mega mooi. Kijk hoe mooi. Oei, amai, die viel er bijna uit. Kijk, wauw. 6,99 euro. En 4,99 euro. Op zich valt dat wel nog mee, vind ik. Zo met een glinsterrandje. Oké. Okay. Ja, ik ga dat even naast mij installeren. Dan ging ik nog bij de Vero Moda. En dat is ook het enige kledingstuk dat ik kocht. We waren daar ook al zonden. Dat is wel leuk. Ik vond dit wel heel mooi. In een oranje kleur. Als ik het nu zie, vind ik het precies wel fel, maar ik vind het wel een mooie kleur. En ik kocht dat voor 7 euro maar. Dat valt echt goed mee. Zo'n rekbare stof, dat je denkt, amai, het ziet er echt mini uit. Zo'n rekbare stoffen. Dan ging ik naar de Rituals. Ik ging een ander zak nemen, maar ik ga eerst Rituals laten zien.
Daar was er ook al kipping, maar ik kocht iets in de korting. Ik kocht deze, de Ritual of Ying Sleep Peaceful Sleep Shower Oil. Oké, ik heb wel twee keer sleep gezegd, want het is dus een shower oil met zo'n beetje lavendel in. Ideaal voor als je dus net als je gaat slapen. En dan kocht ik ook nog mijn favoriete body mist. Namelijk deze, de Ritual of Hamam. Het is echt een zalige body mist. Dan ging ik nog naar een heel erg leuk decoratiewinkeltje. Echt met een hele schattige zak. Daar kocht ik, ik weet het een beetje fout, allee fout, deze schattige lama. Alpaca. Ik vind die gewoon zo leuk en zo fluff. Kijk. €6,95. Echt een leuk winkeltje. Nanu Nanu of zoiets. Of Nanu Nana noemt dat. Even moeilijk. Dan kocht ik dit. Je zal zeggen, wat is dat nu? Een blik voor te drinken of zo. Nee, daar zitten dus sokken in. Ik weet het niet. Ah ja, oké. Ik krijg die dus open. In zo, met zo'n felle kleur regenboog print. Echt zo leuk. Vond echt. Ja, ik weet niet. Zulke dingen kan ik gewoon niet laten liggen. Kocht ik nog het super schattigste schaaltje ooit. Kijk eens, hoe cute. Echt met zo'n kat. Oh, ik vind het echt mooi. €5,95. Valt op zich echt allemaal wel nog mee qua prijs. Amai, de honden hier niet binnen te schijnen. Dan zijn we aangekomen bij de laatste zak. En ik zeg zak, want die is mega zwaar. Het is dus van de DM in Duitsland. Dat is mega populair daar. Dus we gaan eraan beginnen. Ik ga het proberen toch snel over te gaan. Ja, laten we beginnen. Als eerste kocht ik deze Rexona deo. En die was echt vele malen goedkoper. Ik denk dat ik wel even mijn rekening... Ah, ik heb die dus wel. Rexona deo. Even kijken. Ja. €2,95. Ja, ik heb er dus zo twee gekocht. Twee. Dan kocht ik nog een shampoo. En die heb ik eigenlijk al gebruikt, maar ik heb die dus terug in de zak gestoken. Echt heel aangenaam. Echt, mijn eerste indruk is super positief. Ik vind het wel moeilijk om elke keer de prijs, want... amai, oké, 65 cent voor gewoon een shampoo. Ik heb echt niet geen geld. Dan kocht ik ook nog deze glans. Of ja, ik weet eigenlijk niet wat een glansspray is. Het is ook bescherming tegen hitte. Hittebescherming spray. Amai, dat gaat niet vandaag. Hittebescherming spray. Eens kijken. Blow dry spray is het. €1,95. Dan een haarspray. Kocht ik ook nog een haarspray. Ik denk dat ik er twee heb gekocht. Ja. Twee haarspray. Cashmere Feeling. Deze. En die kocht ik voor... Even kijken... haarspray Cashmere 2 voor 5. Nee, 1 voor 95 cent en samen €1,90. Zo is het. Dus dan. Ja, dat is dus die deo. Kocht ik ook nog een douchegel. Echt met een zalige geur van mandarijntjes. En die douchegel kost 65 cent. Dus als je nog een douchegel ziet voorbij komen, weten. Maar ik heb dus ook een familie douchegel. En die kost 75 cent van. Van Balea dus allemaal. Met passievrucht. Kocht ook droog shampoo. En de droog shampoo was Golden Moon. Is dat deze? Ja, Golden Moon. €1,95. Volgens mij heb ik er ook zo twee. Kijk, ik vond ook gewoon de verpakking heel mooi. Ik denk dat ik er ook zo twee heb gekocht. Nee, dat is iets anders. Dat is een waterspray. En die kocht ik voor €1,95. Een met kokosgeur. Lijkt me heel verfrissend in de zomer. Dan een reiniging, peeling en masker 3-in-1. Deze. Die kocht ik voor... ik zie niet direct de prijs. Ja, oké. Okay, het was niet zoveel geld. Maar ik zie dus niet direct de prijs. Sorry. Maar dat was dus rond €1 of zo, geloof ik. Dan van die schoonmaakdoekjes. Zo drie schoonmaakdoekjes, de kleuren spraken mij aan. En ook gewoon dat dat zo vloeistof of zo direct opneemt. Ik denk dat dat zoiets is. Ik denk dat 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 is. Maar ik zie dus ook de prijs daarvan niet staan. Want dat staat dus echt wel in het Duits.
Sorry, dan deze droog, nog een droog shampoo. Daarvan had ik de prijs al gezegd. Vuilzakken, €1,45, dat weet ik nog. Nog vuilzakken, in het oranje. Dan, kijk, ook nog iets voor het haar. Blow dry spray. Oké, dat was die andere spray, iets anders. Blow dry spray, €1,95. Dat was die andere, een ander soort spray. Die andere was dus €1,55. Sorry voor de verwarring, maar dat is dus de blow dry spray. Dan kocht ik ook nog een masker. Ik heb het heel bescheiden gehouden. Ik heb maar één maskertje genomen, maar dat was met rode chocolade en het is limited edition. Het was nog maar eentje. Ik vond het wel een beetje jammer. Dat was 40 cent. Ik had er anders wel meer gekocht. Er waren nog maskers, maar ja, ik heb nog zoveel maskers en ik wou eigenlijk zo'n soort maskertje wel. Jammer dat er nog maar eentje was. En dat is ook alles wat ik heb gekocht. Ik heb mijn best gedaan om de prijzen erbij te vernoemen, wat niet altijd gemakkelijk is. Ik hoop dat jullie deze vlog en shoplog leuk vonden. Als dat zo is, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn YouTube-kanaal. En dan zie ik jullie terug in een nieuwe video. Dag!